الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Het feest begint hier in Den Haag met een gebed. سمع الله لمن حمدا. Het is zo druk dat veel mensen niet meer in de moskee passen. Ze bidden daarom buiten. De profeet at nooit ontbijt en avondeten, tenzij hij vergezeld werd door een vriend. Daarna worden er verhalen voorgelezen uit de Koran, het heilige boek van moslims. Hebben we van God de opdracht gekregen het voorbeeld van de profeet Ibrahim te volgen? Maar de meeste kinderen zijn tijdens de preek al naar buiten. Ik heb eigenlijk niet geluisterd naar de preek, want ik wou dus spelen. Beetje saai. Ja, een beetje saai. Tja, de preek misschien wel. Toch vinden ze het hartstikke belangrijk om vandaag het offerfeest te vieren. Ja, het is wel een bijzondere dag, want we herdenken een dag dat de profeet Ibrahim, of Abraham, heeft meegemaakt. Die had een challenge van onze God. Kijken of hij meer van zijn zoon houdt dan God. Op het moment dat hij zijn zoon zeg maar wou doden of offeren, heeft God een schaap gestuurd om die te offeren. Het kwam allemaal goed. Als de preek voorbij is, is het tijd om elkaar veel geluk te wensen en om lekker samen te eten. U heeft de druk ook, zie ik. Ja, gaat wel hoor. Op veel plekken wordt met het offerfeest een schaap geslacht, geofferd en samen opgegeten. Hier niet, maar er is genoeg ander eten. Dat is baso. Ja, dat is zo'n soort soep. En hoe smaakt het? Lekker. Wat vind je nou het allerleukste aan deze dag? Met familie en vrienden zijn en lekker eten. Dus familie en vrienden is heel belangrijk, vind ik. Ze helpen me door moeilijke tijden. Hier kan je ook gewoon dus alle vrienden die ik niet zo lang meer heb gezien, gewoon spreken. Ja, en het offerfeest is ook extra leuk voor kinderen. Kinderen krijgen dus heel vaak snoepjes, eten of soms wel geld. Ja, en dan worden de kinderen echt heel erg blij van. Dit is traditionele Indonesische kleding en dat hebben we dus gekocht voor deze dag. Na het feest bij de moskee gaat het thuis nog door met vrienden en familie. En dan kijken ze vooral uit naar... eten. Wat is nou het allerlekkerste wat je vandaag wil eten? Gelukkig niet kiezen. Het is allemaal heel lekker.